Een plek waar alles draait om gezondheid en beweging. De gloednieuwe Gelenberg in Druten is vandaag officieel geopend. Het duurzame sportcentrum is de vervanger van het verouderde zwembad de Gelenberg en de oude sporthal de Heuvel. In het nieuwe sportcentrum kan iedereen terecht voor de nodige beweging, van babyzwemmen tot seniorengym. Na een lang traject van zo'n 10 jaar kan Druten nu genieten van een complex waar voor iedereen wel iets te vinden is. Nou ja, weet je, je kunt zich gek niet bedenken of het zit hierin. Het grote voordeel is dat we vanaf het begin af aan, niet alleen de verenigingen, maar ook toekomstige gebruikers, ook de KOM, de School van Mindervaliden, betrokken hebben bij het programma van eisen. Ja, dat betekent gewoon als je daar helemaal vanaf de voorkant iedereen erbij betrekt, dat je dan ook later niet voor verrassingen komt te staan. Ja, wat moet je dan denken? Dan moet je denken aan douchestoelen, je moet denken aan een tillift, je moet denken aan extra brede perrons voor rolstoelen. Alle voorzieningen die je nodig hebt om ook mindervaliede mensen prettig en goed te laten sporten, die zitten erin. Waar de wethouder bijzonder trots op is, is de turnhal. Ja, dat is natuurlijk ook een van de wensen van een van de verenigingen. Ook een grote wens van de gemeente Druten. Om ervoor te zorgen dat je ook het palet van sport ook wat uitbreidt. Misschien ook wel in kwaliteit. En ja, daar staat een prachtige klimwand, die ook in samenwerking met het Pax Christi College daar is geplaatst. Ja, dat is gewoon de sport van de toekomst. Ja. Ook het vernieuwde zwembad is weer een warm bad. Dat houdt in? Dat we eigenlijk voor ieder wat wils hebben. Dus echt voor de babytjes, de peuters, de kleuters. Kinderen die leren zwemmen, kinderen die kunnen zwemmen. Jongeren die willen blijven zwemmen. Een waterpoloclubje. We hebben hier een prachtige beweegbare bodem. Zowel in het instructiebad waar het water verwarmd is, als in het wedstrijdbad. Ja, we hebben heel breed aanbod. Als je van water houdt, ben je bij ons welkom. Okay. Zijn er nogal ideeën voor de toekomst? Nou, toevallig viel vandaag het woord basketbal ook al een keer. Dus eigenlijk, ja, je kunt het zo breed maken als je wil. In de hele bouw is ook al rekening gehouden met het een en ander. Zeker met de huidige vereniging is heel erg rekening gehouden. Kijk, ook inderdaad in het zwembad is al rekening gehouden met eventueel bijvoorbeeld waterpolo opties. Dat is iets wat er nu niet is, maar daar is wel rekening mee gehouden. En dan denk je alleen aan de goaltjes, maar we hebben ook leidingen aan de zijkant staan. Waardoor ik echt concreet inderdaad dadelijk een activiteit kan plaatsvinden. Dus vandaag de start en de bedoeling is dat het een breed scala wordt aan activiteiten en uitbreiding van soorten sporten? Ja, dat klopt. Inderdaad. Uiteindelijk wordt het gewoon een complete accommodatie waar alles mogelijk is. Zowel sport als je ziet het in de horeca, ontspanning. En dat mag mooi samenvloeien dadelijk. De eerste gasten waren vanmiddag al direct welkom. De kassières zitten er klaar voor.